Het is een soort verslaving. Begin ik de eerste koers weer en dat geeft, ja, geeft zo'n kick om er weer bij te zijn en onder de jongens weer zo'n wedstrijd te rijden en met z'n allen ervoor te gaan en een plan smeden waardoor je andere renners aan kunt kloppen of op een bepaalde manier waar we het op de kant zetten, tot in de sprint hoe we het uitvoeren. Dat vind ik heel gaaf. Ik ben Tom Velers. Ik ben 28 jaar. Ik fiets nu 14 jaar. Ik ben vanaf mijn 14 dus begonnen. Ik heb eerst op voetbal gezeten, zoals de meeste jongens uit Opmarsum waarschijnlijk. Dat was bij de plaatselijke voetbalvereniging KOS. Van daaruit ben ik met schaatsen in aanraking gekomen. En fietsen was weer een zomersport voor schaatsen. En zo ben ik met fietsen in aanraking gekomen. En daar ben ik blijven hangen, omdat ik dat toch het mooiste vond. Ik ben toen vrij snel al bij de Oldenzaalse wielerclub gegaan, die hier in Oldenzaal gevestigd is. En sindsdien ben ik daar lid. En dat is gewoon een club die echt voor de mensen er is en die gewoon heel veel doet voor de sport. Ik merkte wel, omdat ik denk ik van mezelf ook vrij krachtig ben, dat ik meteen wel goed mee kon komen met de jongens in eerste instantie met de schaatsclub en in later instantie vanaf de nieuwelingen bij de Oldenzaalse wielerclub door... toch de klassiekers uit te kunnen rijden en toch de trainingen goed te kunnen verteren. Ik heb twee broertjes en een zusje. Ze zijn sportief, wel in mindere mate dan mij, maar dat is ook niet gek, denk ik. Maar ze zijn vooral fanatiek en als ze iets te willen doen, dan zijn ze allemaal gedreven om het goed te doen. Als ik onderweg ben, denk ik veel aan ze, maar ik mis het niet direct. Het is wel dat als ik thuis kom, dat ik heel graag toch even tijd vrij maak om mijn familie weer op te zoeken. Mijn vriendin, ja, die mis ik wel. Met een bepaalde mate, zeg maar. Ik weet wat voor doel ik heb, waar ik voor fiets. Mijn vriendin, ik ben super blij met haar en ik zou me ook geen leven kunnen voorstellen zonder haar. Ja, het is gewoon iets speciaals vind ik wat we hebben en dan zullen meer mensen dat over hun eigen relatie zeggen. De opoffering die we allebei misschien wel voor moeten doen, wordt heel gewoon. Het wordt een levensstandaard, een levenswijze. En dat lijkt heel normaal voor sommige mensen, niet uitgaan, 10 uur naar bed. Maar ja, en voor de een of de ander is dat lastig of is dat niet goed te combineren. Maar voor ons werkt dat. Ik ben bij Argo Shimano terechtgekomen, door Rudy Kemna vooral. Dat is een streekgenoot. Via Rudy, die mij gevraagd heeft om bij deze ploeg te komen rijden, ben ik dus bij toenmalig Skill Shimano, nu het Argo Shimano team, terechtgekomen. Ik ben echt super blij met dit team en ik hoop ook dat zij blij met mij zijn. Ik denk het wel, want het is nu het zesde jaar dat ik achtereenvolgens voor dit team rijd. En ik krijg al het vertrouwen en de begeleiding en de manier hoe wij rijden, dat bevalt mij heel erg. Dit team maakt speciaal dat wij echt een voorvechter zijn tegen de dopingcultuur die nog altijd over het fietsen hangt. En wie wil er nou niet in een goede, gezonde en schone wereld zijn beroep uitoefenen en de toekomst voor zich hebben. Wat ons onder andere zo sterk maakt, is dat wij onze ervaringen delen met elkaar. En dat gaat over de sprinttrein, dat gaat over heuvelloop, dat gaat over stretchen, van allerlei dingen. De Tour is het hoogst haalbare, daar doe je het voor. Ik heb hem afgelopen jaar voor het eerst gereden. En gewoon als je daar iets kunt bereiken, daar staat iedereen staat zo goed mogelijk aan de start. En als je daar iets kunt bereiken, dan bereik je echt wat. Als ik Marcel daar een ultieme lead-out kan geven voor een sprintoverwinning, ja, dat geeft me dat zoveel voldoening. Dat weet ik inmiddels uit de Vuelta, waar we dat ook een keer gedaan hebben en waar dat ook een keer gelukt is. En dat gaf me
zo'n kick, dat is moeilijk onder woorden te brengen. Als ik wil ontsnappen aan het fietsen, dan ben ik thuis of dan gaat de fiets soms dan wel mee. Gewoon even weg van alles, zeg maar. Ja, ik heb heel veel respect voor mijn ouders en voor mensen die hun leven leiden zoals ze het leiden. Ik vind het heel speciaal, zoals mijn ouders, hoe ze ons hebben gevoed en wat ze ons mee hebben gegeven. Dat vind ik mooie dingen. Respect voor mijn ouders. Dus al. Ik denk, qua groei ben ik nog niet uitgegroeid. Ik leer nog elke dag en dan ben ik ook blij om dat ik nog kan leren. En het fietsen heeft me gewoon heel veel meegegeven, maar van thuis uit heb ik ook veel meegekregen. Maakt er wat moois van met de kansen die je krijgt.